Kijk eens, wie komt daar aan? Hey! Zo! Hallo! Hallo! Daniel! Leeuw! Kijk, via deze kun je erop. Hoppa! Ik heb van alles bij me, jongen. Kijk, deze voor de grote snoeken. Ja, het was aardig snel, aardig rustig. Is dat wat, denk je? Ja, mooi. En je hebt nog nooit een snoek gevangen, hè? Nee. Super. Kijk, dit zijn de grote aasjes. Voor de grote snoeken. Oei. Vet, hè? Ja. Nou, we gaan nu met zulke aasjes vissen. Dus er moet, als we er eentje vangen, is de grote. Ja. Mooi, hè? Ja. Hele goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Ik heb vandaag iets bijzonders in petto, want ik ga vandaag twee dingen voor het eerst doen in mijn video. Ik ga vandaag voor het eerst in mijn video trollen. We gaan trollen op snoek. Het is een onderwerp wat veel gevraagd is. Maar daarnaast ga ik ook voor het eerst vandaag twee verschillende gasten meenemen in de boot. Ik ga vandaag iets super tofs doen, want ik ben gevraagd door Stichting Make-A-Wish om de wens uit te laten komen van twee kids die een nare ziekte hebben. Daar gaan we verder niet op in vandaag. Wij gaan vandaag in op de mooie dag die wij deze jongens gaan bezorgen. Wordt super leuk. Ik ga vandaag met Wehiel en met Jesse vissen. We beginnen met Wehiel. Het is nu 8 uur. We gaan tot een uurtje of 2 vissen, denk ik. En dan gaan we eens even kijken of we een paar mooie snoeken kunnen vangen. Hij heeft nog nooit een snoek gevangen. Hij is helemaal verzot van vissen. Hij heeft al mijn video's gezien. Wij gaan snel het water op. Ik ga hem en zijn vader meenemen. Zijn familie die rijdt achter ons aan een ander bootje. We gaan kijken of we een dikke snoek kunnen vangen. Ik heb in ieder geval heel veel zin in. Wehiel is nog een klein beetje gespannen. Dus heel misschien dat hij wat stiller is voor de camera. Maar we gaan hem een mooie dag bezorgen. En ik heb er gewoon heel veel zin in. Ik hoop dat jullie er ook heel veel zin in hebben. Geef vast een likeje. Maar we gaan knallen vandaag. Wehiel, ja. Je moet me even adviseren, man. We gaan één van deze twee er aandoen. Maar welke denk jij waar we mee moeten starten? Welke denk jij dat de snoek gaat pakken? Deze. Die rood-zwarte, hè? Ja, omdat die fel is. Dat denk ik ook. Ja. Is goed. Zullen we er zo in gaan? Oh, ja. Gaan we koffie bijna. Oké, aasje nummer 2 gaan we uitkiezen, Wil. Kies maar eentje. Eentje waar jij vertrouwen in hebt. Waar jij van denkt, ah, dat gaat hem worden. Ik denk deze. Nee? Ja. Is goed. Ben je er klaar voor, maat? Ja. Ja? Top. Je hebt nog nooit een snoek gevangen, hè? Nee. Oké. Dat wordt het doel vandaag. We heel een snoek laten vangen. We gaan ons best doen. Ik ben er klaar voor. Wehiel is er klaar voor. Is papa er ook klaar voor? Zeker wel. Mooi. En onze fotograaf voor vandaag? Ik ben er ook klaar voor. Nou, mooi. We hebben er allemaal zin in. En het is heerlijk weer, jongens. We gaan genieten. We gaan eens even kijken hoe we de eerste snoek gaan vangen. We gaan slepen, trollen. Dus wat we eigenlijk gaan doen is, ik ga heel rustig varen op hele goede plekken waar die snoeken zitten. Ik geef jou een hengel in je hand. Ik geef jouw papa een hengel in de hand. Ik hou zelf een hengel in de hand. En eigenlijk hoef je voor de rest niet zoveel te doen. Je hoeft alleen te voelen. Dat wist je niet. En als er eentje aankomt, dan moet je het zeggen. En dan zet ik de boot stil en dan kan je hem binnenhalen. Je hoeft niet nog extra aan te slaan, want als hij eraan zit, dan zit hij eraan. Heb jij wel eens een snoek gevangen? Nooit. Mooi! Hé, Wil. Wie zijn dat? Kijk, daar gaat je familie. Oh. Mooi boot! Ja! Oh. De borrelboot. Nou, dat is wel een... Ze hebben ook wel een mooi bootje, of niet? Ze zijn sneller. Wij zijn veel sneller. Ja. Gaat goed? Ja. Mooi. Lovertje, als we vandaag geen vis vangen, dan gaan we Leidse Dam vissen. Echt? Hand erop. Oh, mama, zie je hem? Die aasje. Oké, we hebben nu ongeveer 3 kwartier, half uur getrold. We hebben nog geen beet gehad. We gaan even wat anders doen. Wil? Ja. We gaan even wat anders proberen. Is goed. Kun jij vertellen wat we gaan doen? We gaan onder de brug gaan we werpen met de hengels. Ja? En nu eerst hier nog even, want hier hadden we net beet. Ja. We gaan het doen met een spinnerbeet. Ja. Krijg jij deze van mij? Ik ga even slip wat strakker zetten.
We gaan even met spinnenbeetje gooien. Ik kreeg net een beet hier tussen de planten. Ik vaar even naar hetzelfde stukje en dan gaan we kijken of we die snoek kunnen vangen. Want we weten dat er daar één of twee liggen. Twee keer een tikje gehad. Dan gaan we even vragen of deze lieve dame met de stoel achterin wil gaan zitten. Dan gaan we even voorin staan. Dat is denk ik het veiligst. Daniel, wat is dit dan? Dat is mijn voetpedaal. Dat ga ik je nu laten zien. Daarmee kan ik, varen. Daarmee kan ik de elektromotor besturen. Kijk, let op. Kijk, nu zit ik aan. Deze. Links, rechts. Wil je het proberen? Die deze moet je sturen. Kijk, dit is de voorkant. Zo. Dus je nu richting die rode boer wil. Je kan nu gewoon gaan gooien. Als je een been krijgt, moet je wel goed aanslaan. Je gooit hem in en dan vlak voordat je bent, pak je lijn en dan strekt hij. Ja, maar met dit aasje is dat alleen hoor. Maar dan pak je lijn en dan gaat hij strak en dan gaat hij niet in de knoop. Oh. Hoe laat is dat nu? Hoe laat is het nu? Is het niet over 10:30? Ja! Ja, oh nee! Weer niets. Oh, de staart eraf. Nee! Shit. Shit. Had je echt gezien? Ja man, ik zag hem. Zag je hem niet? Oh maat. Oh. Blijven gooien hoor, blijven gooien. Het was echt een mooie. Hij ligt hier vlakbij nog ergens. Ja, ik zag hem erop duiken. Echt? Ja, hij zat er echt even aan. Ja, 1 seconde of zo. Toen was hij alweer los. Heb je haar geverfd? Mijn haar geverfd? Ja. Nee, ik ben, mijn haar is aan afgeknipt man. Oh. Hier. Meneertje, koekenpeertje. Oh, die moet je zo tikken. Nee, gewoon rustig binnen draaien. Oh. Alsjeblieft. Nou, bedankt. Oh, wow. Graag gedaan, hè? Graag gedaan. Ja, bedankt. 1 minute 37 seconds later. Oh, dit gaat hem echt worden. Ik voel het gewoon. Ik hoop het. Er gebeurt iets met die fiets. Hij doet echt raar. Hoe wordt dat zo? Nee, is goed. Is goed. Oh, hij is los. Nee. Oh, je ziet dat? Die kolk in het water. Ja. Oh, maat. Nee. Ze liggen hier wel. Ze liggen hier wel. Ah, oh, shit. Ik ga niet zo ver gooien, man. Nee, gooi. Zit hier. Twee keer beet in korte tijd. Ze liggen op dit stuk. We gaan hier wel even eentje uittrekken. Sowieso. Dit was een grote, man. Ja? Ja. Maar... Ik ga jouw hengel... Ik pak hem. Ik wilde hem al aan jou overgeven. Ja, jij maar... Jij moet gelijk die hengel pakken als ik beet heb. Ja, en dan moet jij mijn hengel pakken. Ja, ja, ik ga... Ja, tuurlijk. Sorry, man. Wist je dat bij vissen de vrouwtjes vaak groter zijn? Echt? Ja, man. Ik dacht dat mannetjes. Oh, ik heb iets. Plantje. Nee. Weet ik. Ik had iets. Oh, ik had echt plantjes. Ja, je had echt plantjes. Het regent volgens mij. Nee joh. Voor heet hij druppels? Dat is voor mij. Ja, dat is voor mij. Ja, dat weet ik. Ja, grappen maken jij. Wat is dat voor grote ding? Wat? Die ronde bol. Ja, wat is dat? Tot klaar, hè? Echt? Zijn we zo ver van huis? Ja, man. Wow, yo, baba. Oh, weet je hoe vaak ik daar ben geweest? Harderwijk. 2 keer. Ik heb iets. Oh ja. Gooi meneer, gooi. Lig hier, weet zeker. Heb ik nog 2 beetpalen. Want nu zat ik gewoon te werken, hè, op school. Anders. Ja. Oh! Ja. Oh! Snoek, blijf draaien. Oh, maat. Gewoon naar rechts. Ik zag hem toch al. Rechts. Hier ligt hij. Zo, komt hij. Oh, je zag hem, hè? Ja. Was een kleintje, hoor. Ja, was een kleintje. Maar dat was wel een snoek. Ja. Oh, je zag hem, hè? Helemaal op het oppervlak. Super vet. Mooie snoek, man. Ja, man. Je had hem bijna, Oh, papa. Ja. Je moest hem zien, man. Die. Hij kwam helemaal uit de grondjes vandaan, hè? Ja. Helemaal op het oppervlak. Ja, zag je hem? Ja, ik zag hem, man. Hij staat op film ook, hè? Echt? Ja. Nee. Ja, zeker. Dat was ongeveer dezelfde plek waar ik ging gooien. Oké, nu gaan we echt eentje vangen. Ja, is
Ja, dit moet hem zijn hoor. Hier, gewoon hier, perfect. Gewoon hier, precies hier. Dit is de plek. Je moet er gewoon eentje uitkomen. Kan niet anders. Ja. Kan niet anders. Dus gaan we weer ieder afspreken. Ieder moment kan die eraf. Sowieso. En dat wil ik niet, dus we moeten wel eentje vangen. Ga er even vangen, jongen. Komt goed. Ja, ja. Oh, mis. Kut. Hoe kan dat nou weer, jongen? Ja, hij zit erachter. Ja, hier, Wiel. Pak die hengel. Ja. Oh, nee. Maar. Heel kleintje, zag je dat? Ja. Hier. Oh, maat. Zonde, zeg. Laatste kans, maat. Ja. We gaan, jij mag de motor starten. Helemaal rechts. Heerlijk. We hebben 4 keer beet gehad, 4 keer snoek eraan gehad, 4 keer eraf. Ja. Hoe kan dat? Weet ik niet. Hebben wij pech? Ja. We hebben zeker pech. We gaan terug richting de haven. Kunnen nog een paar keer gooien en dan zit het er helaas voor we heel op. Maar ik heb met hem afgesproken dat als we vandaag geen vis vangen, we nog een keer gaan. Dus dat gaan we doen. Is goed. Ja? We gaan nog snel vergooien. Als daar niks is, dan hou je hem te goed voor mij. Hé, hey, wat is dit nou voor lekker, zee? McDonald's. Ja, lekker man. Nou, eet smakelijk allemaal. Ja, eet smakelijk. Proost. Smakelijk. En ik heb hier ketchup. Het is niet gelukt, hè, de snoek. Huh? Volgende keer. Komt goud. Mm-hmm. Ben jij klaar? Ja. Voor kleine verrassing. Of weer grote verrassing? Groot. Grote en kleine verrassing. Iets voor jou. Echt? Ja, man. Oh, wat leuk. Die mag je hebben. Die is speciaal voor jou. Ga er maar grote vis mee vangen. Tik hem aan. Vind je het wat? Ja. Ja. Goed zo. Kerel, tot de volgende keer. We gaan nog een keertje, dat heb ik je beloofd. Sowieso. En dan gaan we gewoon even bij jou in de buurt of zo. Gaan we een paar mooie plekjes kiezen. Ik ga nog even wachten op mijn volgende slachtoffer. Heel veel plezier nog vandaag. Dankjewel. Geniet ervan. En ik hoop dat je even goed een leuke dag hebt gehad. Was het leuk? Ja, zeker. Mooi. Nou, meneer. Nou, super. Tot de volgende keer. Voor de aandacht. Ja, joh, was leuk, joh. Ja, tot nu toe is het nog niet gelukt met de snoeken. Maar ja, misschien komt het straks goed als we blijven zoeken. We gaan ons best doen. Volgens mij komt daar het volgende groepje aan. Het volgende slachtoffer. Hey. Oh, Jesse. Daniel. Jij komt met mij mee vissen? Ja. Top. Jullie komen even kijken? Ja. Kom maar mee. Gezellig. Ja. Ja. Mooi man. Nou, super. Nieuwe gast. Dit is Jesse. Die gaat mee aan boord. We gaan even kijken of we dikke snoek kunnen vangen. Ben benieuwd. Zo maat. Wij gaan aan de slag. Ik zag dat je een nieuwe hengel bij je hebt. Ja. Wij gaan eens even kijken of wij op het Wolderwijd een grote snoek kunnen vangen. Ik heb net een plekje gevonden waar er 4 lagen. Maar die zijn ons alle 4 ontsnapt. Maar ik heb zo'n vermoeden dat er daar misschien wel meer liggen. Ja, wij pakken ze wel. Maar we gaan ze pakken. Daar boksen we op. Box. Wat we eerst even gaan doen. Ik zit een klein beetje te twijfelen. Ik zit te denken om misschien eerst even een klein stukje te trollen. Gaan we gewoon slepen. Dat is eigenlijk een wat saaiere manier van vissen. Maar daar kan je heel veel meters mee afleggen. En het kan soms heel effectief zijn. Het waait nu wat harder dan vanochtend, dus dat is wel beter. Is dat je met een draad achter de boot gaat en dan niks doet, maar gewoon wel vaart? Ja, je hebt wel de hengel in de hand. Dus niet in de steun, wel de hengel in de hand. Dus als je een aanbeet krijgt, voel je hem. En je moet hem een beetje sturen over de plantjes heen. Ja, dat gaan we doen. Is goed. Gaan we daarmee starten. Gaan we naar een plekje zoeken waar we snoeken werpend kunnen vangen. En dan ga ik jou leren werpen met een reeltje. Top. Cool. Het is trouwens misschien ook wel gelijk leuk voor jullie om mee te nemen. Want hij heeft dus een nieuwe hengel. Een hengel met een werpril. En hij heeft er nog nooit mee gevist. Dus dat ga ik hem laten zien hoe dat werkt. Het is niet moeilijk. Voor jullie thuis misschien ook wel geinig. Er zijn vast mensen die nu kijken die het nog nooit hebben gedaan. Maar het kan een effectieve manier zijn van vissen. Laten we eens even gas geven. Top.
Hé, hey, maar moet je nou eens even kijken. Ik heb gewoon een eigen chauffeur of chauffeuse. Chauffeuse. Ja joh, op komen dat is een tweede vraag. Ja, tuurlijk. Nee joh, gewoon de rode tonnetjes volgen en dan komt het helemaal goed. Ja. Ja. Is toch mooi dit? Kunnen wij gewoon lekker vissen? Ja, ideaal. Zo, we zijn aangekomen op de allereerste plek. We hebben even een stukje getrold, geen beet gehad hè. Ik ga jou leren werpen met een reeltje. Het is niet moeilijk. Ik ga denk ik deze heel ver weg doen zodat ik het je uit kan leggen en dan zet ik mijn GoPro aan. Kijk. Een reeltje heeft een losse spoel. En het verschil met een reel en een molen is dat deze spoel, die draait dus los. Dit is jouw lijnafgifte. En met een molen, beugel open en de lijn kan er gewoon vrij aflopen. Ja. Dat spoeltje kan je op twee manieren remmen. De ene kant is de magneetrem, die zit hier. Die stel je altijd als laatste in en die stel je in per aasje. En dan heb je hier de rem van je as. Als je deze helemaal openzet, dan zit het spoeltje zit heel los, zie je dat? Ik kan hem met mijn duim heen en weer bewegen. Wat je eigenlijk gaat doen, is je gaat strak draaien totdat je dat klik, klik, klik niet meer hoort. Zo. Oké. Want anders dan als je hem inwerpt, dan gaat hij soort van vibreren. Dan is hij een beetje te los. Zo is hij goed. Dan het volgende wat je gaat doen. In het begin is het altijd handig om de magneetrem, om die wat zwaarder te zetten. Want dat is eigenlijk jouw hulp tijdens het remmen. Als jij werpt met een reeltje, dan klik je hem open met je duim. Dus je klikt hem open. En het enige wat nu nog jouw lijn van afrollen weerhoudt, is je vinger, is je duim. Dus als ik deze loslaat, dan valt het aasje naar beneden. Zoals je hier zag je dat die spoel doorloopt. Nou, je kan voorstellen dat als je dat heel hard doet, dat je knopen krijgt. Dus wat je doet, als je inwerpt, je gooit hem in en met je duim rem je hem af tijdens de worp. En als je wil dat hij landt, dan rem je hem echt, zeg maar. Gewoon dus duim erop. Dan raakt hij het water. En dan kan je draaien. Nou, en als je hem op een gegeven moment goed instelt. Oh. Kijk, als je hem niet goed remt, dan krijg je dus een pruik. Maar dat kan je heel makkelijk verhelpen. We gaan even die magneetrem voor je instellen. Je kan per aasje, doe ik dat altijd wel een beetje. En wat je eigenlijk wilt, is dat hij zeg maar, als je hem ongeveer vanaf hier laat vallen en hij raakt het water, dat hij dan bijna in één keer stil ligt. Ik ga hem even uit de knoop halen voor je. Ik heb hem al. Zo. Als je een pruik hebt en je hebt hem los, hou je duim erop. En dan trek je lijn af tot die smooth afloopt, die er zo is. Dan pak je lijn zo tussen je vingers en dan draai je hem erop. En als je er bent, dan ben je er. Kijk, die magneetrem, die kun je dus strakker zetten. Hij staat op minimaal. Je moet hem altijd, daarom kreeg je die pruik net. Oh ja, omdat die allemaal niet remde. Hij staat redelijk snel strak. Dit gooit. Probeer dit maar eens. Dus als ik beet heb, geef ik de hengel meteen aan jou, hè? Ook in Nederland bij. Ja. Ja, snoek! Oh! Zag je hem? Ja. Fuck! Shit, hé! Hij kwam zo halen. Net naast de boot. Ah, oh, ik mis er één. Ja. Hier, hengel. Hier. Yes. Lekker water. Hou hem goed strak. Lekker man. Ze varen net weg. Volgens mij is wel mooier. Op het einde die lijn niet meer te ver opdraaien. Ja, hou maar zo. Hou maar zo lang. Een beetje omhoog. Kijk. Hoppa. Zo. We gaan nog even springen. Vet gast. Lachen. We hebben er eentje. Tenminste, we hebben hem nog niet, hè? Hou je hengel goed strak. Zo. Mooi gehaald. Hebbes! Yes! Lekker, man. Nou, we hebben er een. Cool. Hij heeft een hele rare bek. Hij heeft een hele rare bek, zeg. Hoppa.
Hoppa, de eerste snoep van vandaag, maar hier heb je een heel raar bekje, zie je dat? Oh ja, een beetje naar buiten, ja. Beetje vies. Kijk, ik ga het jou laten zien. Let op. Als je een snoek zo ziet, dan heeft hij aan de onderkant, dan heb je hier zo, dit is de, hier aan de binnenkant die rode, dat zijn zijn kielbogen. En hier heb je een grote plaat. En als je, zeg maar, je vinger, twee vingers langs die flap haalt, zo, en je gaat naar zijn kin toe, dan zitten die vingers zitten zo verstopt aan de binnenkant in die bek. En dan kan er eigenlijk niet zo heel veel gebeuren. Goed dat je je duim hierachter steekt, goed vasthouden. En met je andere hand zo ondersteunen. Hij heeft hier ook mijn open. Hij ja, hij heeft een rare plek, heeft hij. Dus als jij twee vingers, zo, rechterhand, twee vingers, rechterhand, rechts, dat is rechts, ja. Kijk eens! Hey, wow. Ben je blij? Ja, dus de grootste. Mooi man. Die ik ooit heb gevangen. Vind je hem vet? Heel vet. Het is wel een dunne, maar het is wel een mooie, mooi gekleurde vis. Ik schiet snel even een foto van jou en dan moet hij wel terug, want het is hartstikke warm buiten. Oké, dan mag jij hem terug doen. Wat je het beste kan doen is je hangt hem overboord, laat je deze hand los. En dan kan je hem gewoon laten zakken met die rechterhand. En dan pak je hem even met je andere hand achter. Ja, zo. Dan hou je hem heel veel vast. Hou hem een beetje heen en weer. Ja, en als je wil, dan is hij weg. Hoppa. Hey. Professional, man. Dat heb je echt goed gedaan. Ja, te veel van jou gekeken. Hey. Lekker. Lekker. We hebben hem. Nice. Ja, super cool. Nou, lekker. Ja. Super cool. En vond je Q-grip eng of ging het wel? Ik vond het niet eng. Nee. Ik zat meer te denken, wanneer gaat hij nou spartelen? Zal ik even ja, doen ze niet aan. Altijd. En als je gaat spartelen, dan kan je het beste gewoon die ene hand los. En dan alleen die hand waar je hem aan hangt. Laat je hem even zo een beetje bungelen en dan pak je hem weer. Vond ze niet zo slijmerig als die Meer zijn je handen ruiken. Al heel aparte lucht. Even meevallen. Weet je, een beetje een mix tussen vis, muf en komkommer of zo. Hey, vet man. Lekker. Oh. Hier ben ik blij mee, wat een opluchting. We hebben er eentje, we hebben twee keer beet gehad. We gaan voor een derde beet. De eerste is binnenmaat. Lekker. We zijn aangekomen op een nieuw plekje. We hebben hier een heel mooi dieper stuk. Met hier een scherpe talutland. En de vissen waarvan we vanmiddag aanbeet hebben gekregen, die lagen allemaal een beetje op die randjes van 1,5 naar 4 meter. Dus wat wij gaan doen is, ik zet de frontroller, die zet ik zo meteen heel rustig naar voren in autopilot stand. Trekken we langs die rand en dan gaan we die rand helemaal afgooien. En zo meteen komen we bij een groot plantenveld uit. En daar lag vanochtend dus een hoop snoek tussen. Dus ik verwacht dat we daar nog een aanbeetje gaan krijgen. Wat ben je allemaal doen, jongen? Wat? Helemaal door de wind in elkaar gaan. Ah joh, hoe kan dat nou? Yes, wat is het masterplan op dit moment? We gaan nu ondiepe stukjes vinden om met een spinnenbeten lekker tussendoor te gaan. En dan pakken we die grootste snoek die er ter wereld ligt. Oké, okay. En laat eens zien, welke aasje heb je? Oh ja, dat is een mooie, hè? Maze Runner, dit is mijn geluksspinnenbeet. Hier hebben we vandaag al 5 keer beet op gehad. Het is eigenlijk dus ook weer mijn ongeluksspinnenbeet, want ze gaan er elke keer vanaf. Maar misschien kun jij bewijzen... 4 keer eraf. Ja, misschien kun jij bewijzen dat het dit keer wel goed gaat. We gaan inderdaad even de ondiepes vissen. Plantjes zoeken. Dat is een beetje de truc nu. Het is ontzettend zonnig en die zon die zorgt ervoor dat die vis schaduw nodig heeft, zuurstof nodig heeft. Dus ze ligt lekker tussen die plantjes, zuurstof in te ademen, te chillen. En als er dan zo'n lekker snackie tussendoor komt, dat zo'n beetje ligt er allemaal in het water. Ja, dan is de bedoeling dat ze daar gewoon ontzettend agressief van worden en die pakken. Ja, en dan zijn ze op de boot. Ja, nou laat jij maar eens even zien hoe je dat doet dan. Hey. Wee. Meneer, jeetje, de laatste stek van de dag. Ja. Ben je er klaar voor? Zeker. Gaan we nog even rammelen? De laatste knoepert eruit halen. De knoepert? Zeker. Goed zo. Weten. Nou, maak nog een paar worpen. We gaan nog even dit stukje. Hier heb je een mooi talutje. Hier hadden we net die twee beten en die vis gevangen. Dit gaan we nog even heel mooi afdriften. Kijken of er nog eentje uitkomt. Laat jij maar eens even zien dan. Wow, mooie planten hier ook. Er moet er gewoon uitkomen hier. Dikke bakker. Even een goede vis om mee af te sluiten. Dat zou echt super zijn. Zo'n bakbeest. Ja, oh! Oh! Ja, oh! Oh, gast, zag je hem? Snel gooien, gooi, gooi. Draai binnen, draai binnen. Hij zat er achteraan. Oh!
Grote vriend. De dag zit erop. Maar ik heb nog een kleine verrassing voor jou. Ik hoop dat je het in ieder geval heel leuk vond. Ja, het was echt tof. We hebben helaas niet zoveel gevangen, maar... Hé. Hey. Snoeken. Ga niet altijd overhoog. Nee, we hadden heel zonnig weer. Het was super lekker, maar ja. Niet zoveel gevangen, maar... Wel je tweede snoek en je grootste. En je hebt veel plezier gehad. Lekker. Vond je het varen leuk? Ja, heel leuk. Mooi. Wat vond je het mooist? Het zelf varen. Ja, hè? Ik heb nog een klein cadeautje voor je. Oh, zo. Mag je hebben? Oh, echt heel bedankt. Alsjeblieft, man. Vang een paar mooie snoeken mee. Ja, dat zou ik zeker doen. Ja? Klein boxie. Wat kunstaasjes erin zo? Ja, klein. Ja. Grote, dankbaar. Is weer mooi voor de verzameling, toch? Vang een paar dikke mee. Laat ik het wel weten. Goed, jongen. Top, dankjewel. Graag gedaan. Ja. En je, vond jij het ook leuk? Zeker. Mooi. Ja, straks leren droomvliegen. Ja. Nou, dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like als je het vet vond. Ja, misschien neem ik nog een keertje een fan mee. Wie weet. Abonneer als je het nog niet hebt gedaan. Ik zie jullie graag aankomende woensdag weer terug om 7 uur bij een nieuwe video. En bedankt jullie weer voor het kijken. De mazzel.